Dit is het nieuwe Oogst Agrarisch Journaal met vandaag. Rode kool haalt de kilo's niet. Bijzondere Sony op Zuidlaardermarkt en een Fries streekproduct uit Ierland. De kooloogst bij de boer in het Noord-Hollandse veld is in volle gang. Er is volop beregend om de witte kool en rode kool aan het groeien te houden. Toch ziet Ad de Boer dat er lichtere kolen binnenkomen. Nog meer beregenen is volgens hem geen optie. De groei is zo traag en er groeit zo weinig bij. Dus daar kunnen we er gewoon niet op wachten. Want de klender die gaat ook door. Dus het is wel een streven dat we rond half november de laatste binnenhalen. En dat wordt nog een aardige uitdaging. Er staan ongeveer 50.000 koolplanten op 1 hectare. Normaal zitten er wel heel wat kooltjes tussen van 2 kilo. Ja, die zitten er nu eigenlijk gewoon tekort in. Dus eigenlijk qua maatsortering komen we niet helemaal lekker weg voor het jaar. Zeg maar. We zijn eigenlijk aan de veilige kant. Al het hele seizoen heeft de boer last van trips. Dit zijn kleine insecten die lastig te bestrijden zijn. En dat is eigenlijk niet een kleine ramp, maar een grote ramp voor de koolteelt. Als deze trend doorzet, dan zal ik niet weten hoe we dat kunnen tackelen om die trips uit die kool vandaan te halen. Er is enorm veel aantal keren bestrijdingen vooruitgevoerd. En dat resultaat is af en toe maar minimaal. Dus we zijn er sowieso niet vrij van dit jaar. Het Drentse dorp Zuidlaren is dinsdag het toneel van de 818e editie van de Zuidlaardermarkt. De paardenmarkt is druk bezocht door dagjesmensen en handelaren. Dick Dols reist jaarlijks van Noord-Limburg naar Drenthe, maar neemt geen trailer of geld mee naar de markt. Wat hij hier dan doet? Kijken. Leren. Want kopen, dat doet Dols op de paardenmarkt in het Gelderse Hedel. Bang dat de beste paarden dan al verkocht zijn, is hij niet, want er wordt volgens de handelaar maar weinig verkocht. Dat valt reusachtig tegen. De prijzen zijn ook dan duurder. Dat de handel stroeven loopt wordt bevestigd door de organisatie van de paardenmarkt. Marktmeester Jaap Mellema zegt dat de aanvoer van de paarden ook lager ligt dan vorig jaar. Toen werden 1754 paarden aangevoerd. Dit jaar 1354. Een aantal dat meer in de lijn ligt met de jaren ervoor. Naast paarden zijn ook 22 ezels aangevoerd. En dit dier. Een Sony. Kruising tussen een pony en een zebra. Van Sony zie je bijna jaarlijks wel eentje staan in Zuidlaren. Maar volgens André van der Zouwen is dit exemplaar uniek. De moeder is een Appaloosa en hij is Appaloosa bond gepunt met strepen erin. En dat is gewoon iets unieks. Het is er maar eentje van in de hele wereld. De handelaar uit Purmerend heeft het dier niet meegenomen om op de markt te verkopen. De aandacht dat het dier genereert en de bekendheid van de Drentse paardenmarkt moet handelaren prikkelen. Mensen zien het over de hele wereld en Zuidlaardermarkt is toch een hele bekende markt. En wereldwijd komen de mensen vandaan en je ziet het, hij trekt veel bekijks. Dus wie weet zit de nieuwe eigenaar ertussen. Dat kan bij Dick Dols natuurlijk ook gebeuren. Een paard zien die hij absoluut niet wil mislopen. Een trailer heeft hij niet bij zich, maar daar heeft hij wel een oplossing voor. Het kan ook nog zijn dat ik iemand zeg, ga jij daar eens kijken voor mij. Die hier meer de melk te brokkelen heeft. Ik heb hier wel een paar vriendjes zitten. Zuidlaren is de ene laatste paardenmarkt van het jaar. Hedel de allerlaatste. En die wordt jaarlijks elke eerste maandag na 1 november gehouden. Al ruim 3 jaar wordt konijnenhouder Arie Kool lastiggevallen door activisten. Soms staan ze te demonstreren voor zijn bedrijf. En af en toe gaan de activisten een stap verder. Die sturen ons ook rouwkaartjes. Die hebben aanplakbiljetten gemaakt met toch vervelende teksten erop. Gelukkig zijn er ook veel burgers die de konijnenhouders steunen. Activisten breken soms in om te filmen en de sector zwart te maken. Kool wil nu dit beeld rechtzetten. En ik geef jullie graag een kijkje in de realiteit van ons konijnenbedrijf en hoe ze werkelijk gehouden worden, onze konijnen. Hij laat ons daarom de welzijnskooien zien waar de voedsters, de moederkonijnen, in zitten. Hier krijgen ze dus een jongen en je ziet dat deze jongen net geboren zijn. Dus zijn een paar dagen oud en de jongen blijven hier totdat ze 5 weken oud zijn. En na die 5 weken verhuizen ze naar een andere stal. Om daar de rest van hun leven te zitten. En in die andere stal staan de welzijnskooien, waar de meeste konijnenhouders de konijnen in houden. En dit zijn hokken die heel gebruikelijk
zijn in Nederland. En deze behoren ook tot het hoogste niveau van dierenwelzijn in vergelijking met bijvoorbeeld landen in Zuid-Europa waar de hokken vele malen kleiner zijn. De rest van de konijnen zitten in de parkhokken. In de tijd dat de prijzen voor vlees hoog waren, heeft hij een stal volgezet met deze hokken. En dit hok is veel groter. De konijnen kunnen hierin rennen. Ze hebben wat speeltjes waarmee ze zichzelf kunnen vermaken. En ze kunnen hier ook beter hun natuurlijke gedrag vertonen. Ze zitten te spelen met elkaar. Ze komen nieuwsgierig naar je kijken als je langs het hok loopt. Dus ja, dit is het parkhok. Als je hier ook ziet, het zijn hele bossen wortels. En die ook wel heel diep tot in de ondergrond gaan. Nou ja, dat is eigenlijk wat we willen. In het Groningse Uskwerd werden maar liefst 10 proefvelden met groenbemesters gepresenteerd. Om zo de mogelijkheden, maar ook het belang van groenbemesting onder de aandacht te brengen. Je krijgt een betere waterhuishouding, de structuur wat beter. De kans op uitspoeling wat minder. Je hebt minder kans op erosie van de grond. Daarbij, zoals ze altijd zo mooi zeggen, je maakt de grond weerbaarder voor ziekten en plagen. En je brengt voedingsstoffen in de bodem. Die in het volgende jaar weer beschikbaar kunnen komen voor een volgend gewas. Nou, dit is een grasachtig mengsel. Nou, en dat betekent dat er nog een 3% klaver doorheen zit. Je ziet bij die grasachtigen dat je heel veel wortelmassa bovenin hebt. De eerste 20 centimeter hebben heel veel wortels. Tijdens de rondleidingen bleek dat veel agrariërs huiverig zijn voor de zaadvorming bij mosterdzaad en bladrammenas. Maar mijn ervaring is, omdat wij het hier in Nederland zo laat zaaien, dat het zaad over het algemeen niet rijp gaat worden. En als je nu ook ziet, de bladrammen ook, er zitten hele dozen in, om zo maar te zeggen. Maar als je dan de zaadjes opzoekt en met naald doorknijpt, dan zijn ze nog zo zacht als boter. Dus die zijn nog lang niet rijp. Naast tekst en uitleg over de diverse mengsels was er ook een demonstratie over de verwerking van de groenbemesters. En wat betreft het keuzeaanbod was de boodschap van Theo Wijbega kort, maar krachtig. Je moet mengsel kiezen die bij je past. Je moet kijken naar je grond. Wat heb ik? Wat wil ik? En aan de hand daarvan moet je hem gaan inzaaien. En dan op een gegeven moment is het ook nog een tijdstip. Wanneer kun je hem zaaien? Hoe later hij in het seizoen komt, hoe meer er afvalt. Ja, want je kunt hem wel zaaien, maar als het niks wordt, dan kun je beter geld in de portemonnee houden. Hans Kerkhoff uit Akkrum is de man achter een Fries streekproduct dat sinds dit jaar op de kaart staat van zo'n 40 restaurants. Friesk Black Angus. Vooral de ossen van dit Ierse vleesras zijn favoriet. De slager aan wie ik lever, dat is echt een op en top vakman. Die zegt, ik wil voor jou geen stieren hebben. Alleen ossen of vrouwelijke dieren. Vanwege de vleesstructuur. Nadeel is echter wel, stieren groeien wat sneller dan de ossen. Waar een stier 1,6 kilogram per dag groeit, groeien de ossen maar 1 kilo per dag. Ik heb een kleine 60 dieren heb ik momenteel. Ik ga er een stuk of 6, 7 uitzoeken. Die breng ik deze week op stal. En dan zodat ze in december slachtrijp zijn en naar de slager kunnen. Hier moest kijken. Is toch prachtig. Geweldig dier. Ik krijg nog eens een keer een telefoontje van veehouders die zeggen van ja, ik heb dat gezien van jou, ik heb dat gehoord. Het lijkt me hartstikke leuk. Ik heb wat land over. Ik heb veel te veel land naar wat ik vee heb. En ik heb nog een groot gedeelte van de stal leeg. Is dit niet wat voor mij om vleesvee te houden? Puur omdat het ook vrij is van gesteld van fosfaat. En om toch de ruwvoer op een bedrijf, het overschot, te verwaarden. Dus vandaar, alleen commercieel is dit ras niet direct interessant. Vanwege wat kleinere dieren, minder kilo's. En ze moeten daarvoor lang lopen. Maar dan zeg ik, de smaak, dat is werkelijk waar briljant. Fantastisch. Het weer wordt u aangeboden door agrowereadvies.nl.